Dus dat is waar mijn intentie denk ik ook niet van hem. Dus ik denk dat hij over de speler probeert heen te springen. Dus zo geeft hij het ook aan mij. Kun je je voorstellen dat mensen die ernaar kijken, ook de scheidsrechter, en die dat zien, dat die denken van, ja, hier moet een rode kaart voor gegeven worden? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Daarna lopen de emoties hoog op, hè? En dat is wel een beetje jammer, omdat er vooraf gesproken wordt over zonder respect geen voetbal. En hoeverre is in deze wedstrijd door alle betrokkenen voldoende respect getoond, zoals dat vooraf de bedoeling was? Wat vind je? Ja, maar dat weet je van tevoren. Als er een moment komt zoals dit, waarbij emotie dan loskomt, dan weet je hoe dat gaat. En ik vind dan dat mijn spelers dat nog wel redelijk binnen de perken. Ik weet niet of de scheids is uitgescholden of weet ik dan ook, maar... Dat er emotie dan bij komt, dat lijkt me logisch. En iedereen was verrast, denk ik, door de rode kaart. Had je daar zelf ook last van? Ik heb daar zelf ook last van, ja. Want ik vond ook een aantal momenten die hij liet liggen, waarbij we ook misschien wel meer uit had moeten krijgen. Ja, Jan, zeg het maar. Ik heb een punt gemaakt. Als een uithangbord van een club... Even voor de duidelijkheid, hè, voor de mensen thuis. Even voor de duidelijkheid. Wij laten altijd bij zo'n situatie het beeld zien voordat we praten met de trainer. Zodat je weet dat je over hetzelfde praat. Kijk, dus we laten dit zien aan de trainer. Aan Michel Vonk van Sparta. Hoe beoordeel jij deze situatie van jouw speler? En dan is zijn conclusie, ja, het is niet een speler. Hij probeert er overheen te springen. Ja, ik bedoel, Humberto... Het is sowieso al een dramatische overtreding. Hè? Maar het is afgelopen week... Dit is het moment, hè, en dit bedoel ik nou mee te zeggen... om een statement te maken dat je zegt als spelers, als hele bedrijfstak... wij willen dit niet meer. En als je dan de fout ingaat tijdens je wedstrijd... nou ja, het kan niet allemaal in één keer. We gaan er allemaal aan werken, weet je. Zo'n cultuuromslag wil je maken. Maar als je die beelden ziet en je durft dit dan nog te zeggen... ja, ik zou me schamen als ik bij Sparta zou horen. Moet je, ik ga nog een stap verder. Kijk, we nu praten met de trainer. Moet je als bestuur je trainer hierop aanspreken? Uiteraard. Ik neem aan dat die nou ergens zitten samen. Moet je als KNVB... een trainer hierop aanspreken? Of de terugcommissie? Dat is allemaal prima, maar je gaan we lekker straffen en zo. Dit moet van binnenuit komen. Als je dit niet doorhebt, dat je juist in deze week... Hè, en we willen beginnen deze week... dat je dit niet kan maken... ja, dan kan je wel weer van bovenaf gaan sanctioneren... en keiharde straffen uitdelen. Ik vind het allemaal prima, maar dit moet er van binnenuit komen. Ja, dat moet ook van binnenuit komen. Dat is de ideale wereld, dat is utopia. Maar utopia is er nou eenmaal nog niet. Dus je moet van onderaf beginnen te bouwen ook. Van boven kan je drukken. Ja. Je moet wel iets doen, want er zit een gelatenheid in. Ja, nee, deze overtreding, nou, geef maar 10 wedstrijden. Het gaat mij om wat daarna gebeurt en wat trainer Vonk hier zegt. Ja. Daar moet je dus ook kunnen gaan straffen. Maar goed, we leven in Nederland. Dan moet je het hele rechte... nou, dat weet je zelf. De hele rechtspraak moet je helemaal ombuigen, maar dat mag niet. En dan, dit moet van binnen.